Het CWZ gebruikt een app bij de behandeling van COPD-patiënten. Dit is de hoofdpagina en op deze pagina krijgen de patiënten te zien of er acties zijn van die dag. En dan staat er bijvoorbeeld meting in die zij die dag moeten invullen. En verder in het nieuws vandaag, veilig fietsen met tips van een fietsdocent. En kinderen beoordelen gezonde menus in restaurants. Het CWZ gebruikt inmiddels al 2 jaar een app voor COPD-patiënten die na een ziekenhuisopname weer thuis zitten. Deze app kan de patiënten op afstand monitoren en zo dus ook zien wanneer het minder goed met ze gaat. Sinds kort wordt deze app ook gebruikt als de patiënt nog in het ziekenhuis ligt. En dat is uniek in Nederland. Na de eerste COVID-golf zijn we begonnen met patiënten begeleiden met de app. Omdat we toen natuurlijk weinig toegankelijk waren als ziekenhuizen. En de patiënten wel begeleiding en coaching wilden aanbieden. En waar we nu net mee gestart zijn, is om die app ook in te zetten op een klinische afdeling. Dus bij patiënten die opgenomen zijn. Dat is wat we nu nieuw geïntroduceerd hebben. Het CWZ is het eerste ziekenhuis in Nederland dat de app gebruikt. Tijdens de ziekenhuisopname wordt de patiënt geleerd hoe de app werkt. Deze app is ontwikkeld in samenwerking met Lucie. En samen met de 7 St. John ziekenhuizen hebben we zelf zorgbaar voor het COPD. En wij zijn als eerste ziekenhuis die ook in de kliniek daarmee gaan werken. En daarmee willen we het vertrouwen van de patiënt verhogen, zeg maar. En daarmee is een samenwerking met ICT in het ziekenhuis, hebben we deze app gebouwd en samen gekeken van wat moet er in deze app komen qua meting, qua waardes, qua scholingen. En om op die manier de patiënt op een vertrouwende manier naar huis te laten gaan. Dit is de hoofdpagina en op deze pagina krijgen de patiënten te zien of er acties zijn van die dag. En dan staat er bijvoorbeeld meting in die zij die dag moeten invullen. Onder zelfzorg staan filmpjes in, dat zijn de lessen. En hier wordt op een heel kort filmpje uitgelegd over het betreffende onderwerp. De patiënt gebruikt de app vanaf nu dus in het ziekenhuis en thuis en dat gaat erg goed. Die feedback is heel goed. De patiënten zijn heel tevreden, want die voelen zich heel veilig. Dus ze vinden het heel prettig dat er iemand meekijkt, zeker na een opname. Maar dat zoals Janine jullie ook strakjes uitleggen, zijn patiënten toch vaak wat onzeker of angstig als ze weer naar huis gaan. En hiermee voelen ze zich wat veiliger omdat er iemand met ze meekijkt. En ze vinden het ook heel prettig dat als ze hebben ingevuld dat het wat minder goed gaat, dat dan ook de volgende dag even iemand contact met hen opneemt en adviezen geeft van wat ze kunnen doen. Hij is heel makkelijk in gebruik. Wij dachten eerst van, hoor, heel ingewikkeld. Maar het is echt met pictogrammen, met filmpjes en heel kort en bondig kun je hem invullen. Ook het aanmelden gaat eigenlijk heel erg goed. En wij zien ook gewoon dat het ons heel veel tijd scheelt, want wij hoeven heel veel vragenlijsten nu niet meer in te vullen. Met een veilig gevoel op de fiets kunnen zitten, dat vindt de gemeente Beuningen heel belangrijk. En vandaag stond er een tentje van de Fietsbond in het centrum. Hier kon iedereen langskomen om zich van gratis informatie te voorzien door een fietsdocent. Dit is in het kader van het project Doortrappen. Doortrappen is een project wat uitgezet is voor de oudere fietser. De oudere fietser die steeds meer het slachtoffer is in het verkeer. En wij proberen ouderen een beetje bij te praten over wat ze zelf allemaal kunnen doen om zo veilig mogelijk in het verkeer te kunnen verplaatsen. En dat is eigenlijk zijn dat inderdaad vrij clichématige dingen zoals denk eens aan een helm, denk eens aan een spiegel, denk eens aan allerlei andere voorzieningen die je aan je fiets kan doen. Maar ook denk eens aan wat je zelf kan en wat je zelf als je ouder wordt misschien niet meer zo goed kan. Deze informatiepunten zijn hard nodig, want er gebeuren steeds meer ongelukken met fietsers. Vooral ouderen lijken hier vaker slachtoffer van te worden. Nou, dat zie je in de ongevalscijfers terug. Hè. Het afgelopen jaar was het echt schokkend, omdat er ook nu steeds meer ouderen ook dodelijk slachtoffer zijn van een ongeval. Vroeger had je meer verhalen over ouderen vallen van hun fiets en breken hun heup en dergelijke. Maar afgelopen jaar was het echt schokkend hoeveel ouderen in één keer, ook oudere fietsers met name dan, in de ongevallencijfers voorkwamen. En ook in de doden, de verkeersdoden, dat je denkt van, hoezo? Ja, oké, er zijn steeds meer ouderen die de fiets rijden. En er zijn ook steeds meer ouderen die op de e-bike rijden. Maar dat wil niet zeggen dat ze allemaal dood moeten. Het is een beetje lastig. Men is ook nog niet helemaal achter wat precies de oorzaak is. Je hebt natuurlijk een toename van het aantal elektrische fietsen op de straat. Daarmee hebben ouderen een hogere snelheid dan ze voorheen hadden. In de coronatijd zijn meer mensen ook gaan fietsen.
Dus dat zijn wel ontwikkelingen die we zien. Het is een beetje lastig te halen wat precies de oorzaak is. Maar natuurlijk in de weginrichting is niet zo heel veel veranderd de afgelopen jaren. Zeker in de gemeente Beuningen niet. En toch zie je die toename. Dus vermoedelijk zit daar toch iets van, zit er toch ergens in gedrag en moeten we dat toch kunnen sturen. Kok heeft zelf nog geen elektrische fiets, maar gebruikt er soms wel een. Dan merkt hij de verschillen met een gewone fiets. Als gemeente hebben we natuurlijk wel elektrische fietsen. Daar maak ik wel regelmatig gebruik van. En ja, ik merk zelf ook al als ik op zo'n elektrische fiets zit, je voelt je toch net even anders. Het is even wennen. En ik kan me zeker voorstellen als je een dagje ouder bent dat stapje net even wat groter is. En ik vind het heel belangrijk dat ouderen zich veilig voelen op de fiets en ook op de fiets durven zitten. Op het industrieterrein aan de Ambachtsweg in Malden heeft in de nacht van maandag op dinsdag een grote brand gewoed. Het vuur brak vlak voor middernacht uit. De brand ontstond in een kringloopwinkel en sloeg later over naar een privésauna die in hetzelfde pand zit. De brandweer kwam met meerdere eenheden naar de Ambachtsweg om het vuur te bestrijden. En rond 2:30 was de brand onder controle. Nablussen duurde daarna nog uren en over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Het pand raakte flink beschadigd. De Duitse politie hield dinsdagochtend een automobilist staande na een verkeersovertreding. De bestuurder van de Volkswagen Golf ging er echter vandoor, waarna de achtervolging werd ingezet. De verdachte vluchtte met hoge snelheid richting de grens met Nederland en de achtervolgende politie verloor hem uit het oog. In Millingen, midden in het dorp op een parkeertrein, werd de auto aangetroffen. De bestuurder bleek verdwenen en de kentekenplaten op de auto waren gestolen. De auto is afgevoerd en wordt onderzocht door de Nederlandse politie. Het Valkhofmuseum dat sinds maart dit jaar tijdelijk aan het Nijmeegse Keizer Karelplein is gevestigd, is aanstaande vrijdag gratis te bezoeken. Het museum heeft toestemming gekregen om een naam aan de gevel van het voormalige bankgebouw te plaatsen en wil dit graag vieren. Bezoekers zijn tussen 11 en 5 welkom en kunnen onder het genot van koffie of thee met een gebakje kosteloos door het tijdelijke museum lopen. Eerder was het museum ook al eens gratis te bezoeken, destijds ter gelegenheid van de laatste dag in het pand aan het Kelfkunstbos. En dit pand wordt momenteel verbouwd. Gezonde menus in restaurants speciaal voor kinderen ontbreken in veel restaurants nog. Het is gebruikelijk dat kindermenus vol staan met populaire, maar ongezonde gefrituurde snacks. Het project Vet Lekker is gericht op het serveren van gezondere maaltijden aan de jongste gasten. En dat vereist een goede samenwerking tussen kinderen en koks van verschillende restaurants in Nijmegen. In eetcafé De Klinklaar in Nijmegen-Oost hebben de leerlingen van basisschool debuut plaatsgenomen. Als onderdeel van het project Vet Lekker hebben ze na wat lessen van de kok zelf het menu bedacht. Vet Lekker, dat is een project waarbij we kinderen uitdagen om echt een adviseur te zijn. En een adviseur te zijn voor een kok die wil nadenken van, hey, we kunnen wel eens iets anders doen dan frikandellen en friet of kipnuggets. Maar we kunnen ook gezonde maaltijden neerzetten voor de neus van een kind. Ik zie geen friet of frikandellen op de menukaart staan, dus ze hebben iets heel anders gekozen. Ja, klopt. Vorige week hebben de kinderen daar heel goed over nagedacht. Op mooie flaps hebben ze allerlei tekeningen gemaakt met een zalmspecial en met taco's, met allerlei kruiden en ideeën daarbij. En dat was het huiswerk voor kok Tim, die nu aan de slag is geweest. En een paar mooie maaltijden voorzet bij de kinderen. En die mogen de kinderen vandaag beoordelen. Ik denk dat als je kinderen bij betrekt, dat ze ook eerder bepaalde dingen zullen eten die ze anders misschien niet eten. En dus wel gezond zijn of beter zijn. Ik denk dat ze het wel lekker vinden. Dan is het tijd om de proef op de som te nemen. Ik heb het ingevuld als lekker. Ik vind het er een beetje mooi uitzien. En ik vind het gezond, want het is voedzaam door de zalm. Het is ook heel fris door de basilicum. Het is knapperig door de cracker, dus dat vind ik zelf heel goed. Wat ik goed vind is dat het uit Nederland komt. De basilicum komt dus uit de natuur en de zalm is gemaakt van de buik, zeg maar, van de zalm. En dat wordt normaal weggegooid, maar nu gebruiken ze het voor het gerecht en het is heel lekker. Het is heel leuk. Het is natuurlijk anders dan normaal, want bij je ouders ga je niet zo kritisch lopen doen. Maar het is juist leuk, want dan kan je dit restaurant ook helpen, zodat zij betere gerechten hebben. Dus ja. Heb je nog genoeg ruimte over je buik voor de andere gerechten die komen? Ja, ik denk het wel. Na het proeven en beoordelen van de gerechten bepalen de kinderen welk Vet Lekker kindermenu als winnaar wordt gekozen.
Het winnende menu wordt gedurende minstens 1 maand aangeboden door het restaurant. Sommige kinderen zeggen, ik heb nog nooit zalm op, maar dit lust ik wel. Of ik lust vis niet, maar met deze kruiden is het weer heel anders. En dat is precies wat we willen. Dus een beetje nieuwsgierig maken, prikkelen en uitdagen tot iets nieuws. Na een dagje met zon en bewolking is vanavond en vannacht de kans op een enkel buitje niet uitgesloten. Ook morgenochtend kan er lokaal wat neerslag vallen, maar er wordt het al snel droog. In de middag is er opnieuw een kleine kans op een bui, maar gedurende de dag komt de zon ook steeds vaker tevoorschijn. Het wordt zo'n 23 graden en dat is ook vrij normaal voor deze tijd van het jaar. Donderdag blijft het wisselvallig en is de kans op buien iets groter. Deze zullen ook wat steviger van stuk zijn. De dagen erna is het vaker droog, maar de kans op een enkele bui blijft aanwezig, zeker in het weekend. De temperatuur blijft rond de 23 graden schommelen. Tot zover het RN7 Regio Nieuws. Kijk voor meer nieuws op onze website rn7.nl. En alle uitzendingen zijn terug te vinden op onze YouTube-kanaal RN7 Online. Heb je zelf een tip voor onze nieuwsredactie? Stuur dan een mail naar redactie@rn7.nl. Graag tot morgen.